Het is heel merkwaardig dus dat we zijn eigenlijk het QR-codesysteem aan het redden en niet zozeer de volksgezondheid. Dat is niet uit te leggen. Goed, gaan we toch even gezellig naar corona en naar het debat. Ja, het zogenaamde debat in de Tweede Kamer. Er was veel kritiek op het gebrek aan langetermijnvisie van het kabinet op het coronabeleid. En ook wilden de oppositiepartijen graag wat verantwoording voor gemaakte fouten van het kabinet. Stefan, jij zat daar als politiek verslaggever bij. Was er voor jou als journalist nog iets nieuws te halen eigenlijk? Nou, iets nieuws misschien niet, maar toch wel weer de verbijstering die ik steeds weer voel over het gebrek aan improvisatievermogen in Nederland. Hè. Ik bedoel, het ging gisteren bijvoorbeeld ook over de huisartsen en of die een grotere rol kunnen gaan spelen. Dat willen ze zelf ook heel graag. En dan met prikken, en dan zegt het ministerie van ja, maar dat is ingewikkeld, want de QR-code, de administratieve rompslomp, die vaccins moeten dan naar de huisartsen worden gebracht. En de huisartsen zelf zeggen, we gaan ze wel halen. En dat is voor mij toch wel het grote mysterie van waarom we zo ontzettend vastzitten in die protocollen de hele tijd. Zullen we even luisteren? Want de jongen vond het vooral maar onhandig, hè, als huisartsen massaal moeten worden ingezet bij dat booster. Laten we even luisteren. Daar hebben we gewoon eventjes mee te dealen. Kan dat ook niet allemaal overnight veranderen natuurlijk, alle huisartsenregistratiesystemen. Maar het is wel een ingewikkeld gedoetje. Dus daar hebben we allemaal oplossingen voor, allemaal technische oplossingen voor. Maar ja, ik kan niet wegnemen dat dat registratiegebeuren gewoon echt wel even een gedoetje is. Ja, daar heeft hij toch ook wel een beetje gelijk in eigenlijk. Want anders wordt, als iedereen maar wat gaat doen, ja, dan verlies je het overzicht. En heb je het totaalplaatje, om maar een verkleinwoord ook te gebruiken, dat verlies je. Ja, dat zou je denken, maar ik bedoel, kijk, hè, er stond vanochtend ook in mijn krant een huisarts en die zei van, je kunt wel heel erg zaniken over registratie en zo, maar straks lig je met je QR-code in je kist. Hè, omdat je te laat gevaccineerd bent. Ja. Dus het is heel merkwaardig dus dat we zijn eigenlijk het QR-codesysteem aan het redden en niet zozeer de volksgezondheid. Dat is niet uit te leggen. Ik denk dat bovendien de boodschap die je maakt richting huisartsen is dat ze eigenlijk een sta in de weg zijn. Dat het ingewikkeld is dat de GGD dit veel beter kan. Ik zou zeggen, maak gebruik van de positieve energie die er bij heel veel mensen is. Hè. We hadden het net over de behoefte aan meer perspectief. Nou, die positieve energie is er gewoon. En nu maak je huisartsen eigenlijk moedeloos. Huisartsen krijgen 3 keer per dag verschillende signalen eigenlijk van het ministerie. Wel prikken, niet prikken, wel niet. Nou ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dus ik zou zeggen van kijk, Nederland is altijd geobsedeerd door die organisatie, door die logistiek. En dat is hartstikke goed in vredestijd, maar in crisistijd moet je gewoon improviseren. Dan moet je gewoon net als de Belgen doen. Hè, je daardoor het overzicht verliest, dat is dan heel jammer. Belangrijk is, dan moet dat maar even. Ja, maar je redt er denk ik wel levens mee. Als je gewoon vrijwilligers laat prikken, als je het leger inzet. Ja. Daar zijn we nu dus pas over aan het praten. We zijn eigenlijk te bureaucratisch bezig. We zijn te bureaucratisch. Dat is te star en te rigide. Ja. Amma Asante, zie jij dat ook zo? Ja, ik denk het wel. Ik heb het gisteren ook gezien. Ik heb het ook gehoord. En ik heb me er enorm over verbaasd waarom daar zo ontzettend moeilijk over wordt gedaan. En ik moest ook denken aan een citaat van iemand die zei, als je terugkomt van een reis en je gaat landen en je kijkt vanuit het vliegtuig naar beneden, dan zie je dus een van de meest gestructureerde landen ter wereld. En waar zie je dat aan? Dat zie je dus aan die hokjes waarin onze landschap is verdeeld. En dat ademt heel erg de cultuur van Nederland in. En dat is heel mooi. Het heeft zijn mooie kanten. Maar in deze tijden waarin eigenlijk alle oplossingen, alle handen, alle mensen die een bijdrage willen leveren om deze crisis nou eens een keertje echt de grond in te duwen. Ja, dat moet je omarmen. En dan moet je niet zeggen gedoetje. Ja. Dan moet je zeggen wat goed van die huisartsen. Ik ga onderzoeken hoe ik ze daarin zo goed mogelijk kan ondersteunen. Ja. Als je het hebt over het ontbreken van een langetermijnvisie, en dat is het verwijt aan dit kabinet natuurlijk, en ook wel door de media. Als we even kijken naar wat die media op dit moment zelf, waar die de aandacht op leggen, dan is dat toch ook vooral wel op de wat kleinere deelonderwerpjes. Hè? Het gaat over skiën in Oostenrijk, heel erg veel. Het gaat over Nederlanders die massaal naar Antwerpen gaan om te shoppen en naar de kapper gaan. Een beetje de burgerlijke ongehoorzaamheid wordt graag benadrukt op dit moment in de media, op kranten en televisie. De 50 vrijwilligers die 3 avonden lang in Aarle-Rikstel een boostervaccinatie geven, zag ik gisteren voorbij komen. Kortom, er is heel veel aandacht, ook in media op dit moment, voor juist niet die langetermijnvisie, maar ook die kleine, korte termijn sprintjes. Zie jij dat ook, Sandrina, in Gelderland bijvoorbeeld? Zeker, ik denk dat zo is. Weet je, wij maken ook reportages. We hebben een lange grens met Duitsland. En wat wij zien is dat mensen in Winterswijk ook in
Duitsland naar de kappen gaan. Ja. Of daar een boosterprik halen. Ja, dat zijn ook verhalen die je optekent. Ik vind wel dat we ook moeten proberen om te gaan uitzoomen. En weet je, wij worden daar ook wel mee geconfronteerd. Want voor kwartaal 1 ligt onze programmering voor een deel op zijn gat. Hè? Mm-hmm. Allerlei evenementen gaan niet door. Wat gaat er met de carnaval gebeuren? Dus we zullen ook gedwongen moeten worden om een langetermijnvisie daarop te gaan maken. Ja, hoe ga je zelf als medium ook en als Omroep Gelderland om op langere termijn, hoe hou je het interessant ook en waardig? Zeker, zeker. Ja. En dat is wel een zorg, ja. En ja. Wij hebben gelukkig heel veel creatieve mensen in huis, dus elke keer komt het weer goed. Maar je bent constant ben je aan het improviseren, waardoor je ook eigenlijk geen denkruimte in je hoofd hebt om te kijken van ja, hoe gaan we dat eigenlijk het komende jaar doen? En stel je voor dat het virus niet weggaat, want dat is nog steeds voor mij althans een stille hoop. Hier komen we uit en dan dooft het en dan is het klaar en dan gaan we weer door. Is dat ook de reden dat we het er niet uitgebreid over hebben, over de langetermijnvisie? Dat we toch nog ergens een beetje dat gevoel hebben van nou, op een gegeven moment is het gewoon heus wel klaar. Misschien, ja. Maar dat is denk ik niet zo. En kijk, het feit dat mensen boosters gaan halen in Duitsland en in Noord-Frankrijk begrijp ik ook. Ze willen skiën ook vooral. Ja, maar goed, maar het duidt ook op een falend... een falende overheid in zekere zin. Hè? Ze gaan daar iets halen wat ze hier niet kunnen krijgen. Dus het is symptomatisch voor iets wat niet werkt. En daar moet je dus mee aan de slag. Je moet zorgen dat het op de een of andere manier wel werkt. Maar kunnen wij ons druk maken over de lange termijn? Als je even naar het nieuwsaanbod van gisteren kijkt, en het Kamerdebat trouwens ook, en ook in de media, dat ging dan weer over de winkels op Schiphol, die toch dicht gaan. Ja, dat soort dingen de hele tijd. Het zijn een beetje van die afleidingsmanoeuvres, vind ik, de hele tijd. Ook van het kabinet, hè? Want ze hadden natuurlijk, als ze nu vinden opeens dat de winkels dicht kunnen op Schiphol, hadden ze dat 3 dagen geleden ook kunnen bedenken, hadden we het gezeik niet gehad nu, hè, zeg maar. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben daar pas op gereageerd. Toen er kritiek kwam vanuit de Kamer dat het een beetje oneerlijk was. Ik vond eerlijk gezegd dat er best wel goede argumenten waren om de winkels op Schiphol open te houden. Hè, want er komen daar heel veel mensen uit het buitenland aan die gewoon klem zitten in een soort kooi. Ja. Geen kant op kunnen. Misschien transitreizigers zijn. En die moet je dus op de een of andere manier enigszins faciliteren. Maar goed. Oké, een beetje laten uitwaaien eigenlijk. Ja, nou ja, goed. Gaan maar lekker shoppen. Er zijn best wel goede argumenten voor te bedenken. Maar wat je dus niet moet doen, is dat je eerst zegt van het gaat open en daarna zegt van het gaat toch dicht. Want anders ontstaat er een probleem in de Kamer. Dat is dus heel problematisch. Ja. En ik vond zelf eerlijk gezegd dat er in de Tweede Kamer was er wel heel erg veel behoefte aan een lange termijn. Er werd de hele tijd naar gevraagd. En het antwoord van Rutte was: de lange termijn komt eind januari. Ja, en verwacht er niet te veel van. En verwacht er vooral niet te veel van. Kwam er ook nog achteraan. Ja, maar dat is dus niet. Daar moet nu dus al actief over worden nagedacht. Want dit virus gaat waarschijnlijk niet weg. En natuurlijk hoop ik ook dat het wel weggaat. Maar tot nu toe is hoop een slechte raadgever geweest in deze crisis. Dus laten we er gewoon maar van uitgaan dat we er gewoon nog wel een paar jaar mee zitten. Ja. En dan moet je dus gaan nadenken over hoe maak je de zorg weerbaarder. Hè? Daar wordt ook heel veel om gevraagd vanuit de Kamer. Alleen het kabinet zegt, dat is niet nodig, want we hebben alles onder controle. Er was weinig zelfreflectie te zien van de kant van het kabinet gisteren ook. Vind je dat er pittig genoeg is gereageerd op de disclaimer, maar verwacht er niet te veel van? Dan zegt hij eindelijk, hè, we werken aan, dat komt eraan, die langetermijnvisie, maar verwacht er niet te veel van. En wat was vervolgens de reactie in de commentaren, de kranten? Ja, nee, te weinig. Ik kan vooral voor mijn eigen krant spreken. Mm-hmm. Wij zeuren al heel lang om een lange termijn. Ook in onze commentaren en in de berichtgeving. Omdat dat is gewoon heel erg belangrijk. Als je kijkt naar Portugal bijvoorbeeld. Hè, in Portugal hebben ze al ruim van tevoren gezegd van, we gaan vanaf 1 januari een lockdown instellen. Mensen hebben zich daarop ingesteld. Vervolgens zegt Portugal van nou, door de omstandigheden gaan we die lockdown een week eerder doen. He, dus dan kun je zeggen van oké, dus ook de Portugezen hebben het mis. Maar in Portugal hebben de mensen al wel kunnen anticiperen van er komt iets groots aan. Mm. Mensen hebben zich daar geestelijk op kunnen instellen. Alleen het gebeurt dus nu een week eerder. Ja. Oké, dat hebben wij allemaal niet gehad. De houding in Nederland was heel erg van het wordt een hartstikke leuke winter en een hartstikke leuke kerst. Ja. En dat is natuurlijk gewoon vreselijk naïef geweest. Maar toen wisten we nog niet helemaal dat. Dat wisten we natuurlijk wel. Dat is het argument wat steeds gebruikt wordt van ja, met de kennis van nu is het makkelijk praten. Maar er waren natuurlijk genoeg mensen, ook hè, de gezondheidsraad, virologen, die gewoon erop wezen van let op, als je te laat bent, dan ben je te laat. Ja. Hè? En er was al in een heel vroeg stadium werd gezegd van als je begint met boosteren en je bent pas in mei klaar, dan is het alweer bijna zomer en dan heeft het niet zoveel zin meer. Hè? Nou kun je zeggen, we hebben behoefte aan een visie, aan een langetermijnvisie en ook aan een beetje filosoferen daarover. Maar Shaila Sitalsingh zei het juist fijn te vinden van deze golf dat we veel minder worden lastiggevallen met al die grote en kleine visies.
filosofietjes van mensen. Dat is ook wel weer zo rustig, toch? Oh, heerlijk. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, niet iedereen zijn visie erop heeft. Maar dat we gewoon heel praktisch met de waan van de dag bezig zijn. Ja, maar we willen ook geen visie op deze lockdown. Nou, we willen een visie op wanneer komt die volgende lockdown. Precies. En kunnen we ons daarop voorbereiden? Want dat is wat jij zegt. Ja, ik denk dat als je gewoon keer op keer een IC-capaciteitsprobleem hebt, dat je daar dan iets aan moet doen. Okay. Maar hoe ingewikkeld kan het zijn? Ik vind Sheila Sitas in trouwens echt een geweldige columnist. Ja, goed, die hoeven we nu dus ik weet niet wat er is gezegd, maar even daarop reagerend, denk ik dan, hoe ingewikkeld kan het zijn om als kabinet een keertje te gaan zitten en denken, stel nou dat dat deze virus voorlopig de wereld niet uit is. Nee. Wat gaan we dan de komende 5 jaar doen? Nou, en daarvan zegt Rutte, dat zijn we aan het doen, maar daar moeten we niet te veel van verwachten. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.